U hebt ons gebeld. Ja, wij hebben gebeld. Want na wat er de afgelopen week is gebeurd, die zilveren camera, kunnen wij niet langer zwijgen. Wat is er op die avond toen de foto werd gemaakt precies gebeurd? Nou, wij hadden die twee Duitsers gepakt. Die hadden wij afgevoerd. Toen zijn wij, mijn collega's en ik, zijn wij een pilsje gaan pakken. Toen zijn wij teruggegaan naar moeder de vrouw. Daar zijn wij gaan pitten. En toen werden wij midden in de nacht, het was 3:05, werden wij opgebeld. En wie belde er op dat uur nog op? Ja, dat was meneer Van Acht. Hij zei dat hij het was en het was hem ook, want die stem die herken je uit duizenden. Nou, hij feliciteerde mij met de geslaagde vangst. En ik zeg, leuk dat u gebeld hebt. Toen zegt hij, zijn er ook foto's van gemaakt? Ik zeg, nee, er zijn geen foto's van gemaakt. Ik bedoel, het ging allemaal zo vlug, hè, dat er niemand bij was. Meestal luisteren die persjongens mee op de politieradio. Maar net die avond hadden we een nieuwe golflengte gekozen, dus er was niemand bij. Nee, nee, en dat vond de heer Van Acht jammer, dat er geen foto van was. Ja, ja, dat vond hij heel jammer. Verdulle me, zei hij. Dat had nou net voor het nageslacht bewaard moeten blijven, dat soort dingen. Maar toen vroeg hij of er niet alsnog een foto van gemaakt kon worden. U bedoelt van de arrestatie van een paar uur daarvoor? Precies. Dus of ik mijn collega's wou optrommelen. En of we het dan voor de foto nog een keer wouden overdoen. Dan zou hij voor een fotograaf zorgen. En dat heb je gedaan? Ja, dat hebben wij gedaan. Ik bedoel, het is je hoogste baas. Dus dat hebben wij toen bij mij voor de deur, hebben wij dat gedaan. Mijn zoon en de buurjongen hebben wij nog wakker gemaakt. Die spelen namelijk voor die twee Duitsers die op de grond liggen. En meneer de Jong, de fotograaf die toen dus was gekomen, die heeft dat geheel gefotografeerd. Nee. En, god, we hebben nog gelachen. Ik bedoel, bij mijn zoon zijn hoofd hebben wij nog wat tomatenketchup op de straat uitgegoten. Die EHBO-trommel die daar zogenaamd dus op de straat staat, dat is mijn gereedschapskist. Ja, ja, maar nu lacht u er niet meer om, hè? Nee. Nu die meneer de Jong en meneer Van Acht mooi weer spelen met die foto, niet meer, nee. Trouwens, die hele wedstrijd is doorgestoken kaart. Hoe bedoelt u dat? Nou, voor mij staat vast dat meneer Van Acht die zilveren camera nooit had uitgereikt als het niet voor die foto was geweest. U bedoelt dat deze foto als het ware bekroond moest worden? Ja, natuurlijk. En vlak voordat het kabinet Van Acht 1 jaar bestaat. Het is gewoon een reclamefoto voor het kabinet Van Acht. Want als je het allemaal nog eens op een rijtje zet, dan is de vangst van die twee Duitsers het enige wat ze in een heel jaar is gelukt. Ja, ja. Begrijp je wel? Nee, die foto wordt steeds enger als je er langer naar kijkt.